Staan blijven! Op je knieën! Ik ben mee. Heeft u nou pech dat ik precies in de buurt was? Ja, dat klopt. Hey Blokky Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe video van Haarlem RP. We zijn weer in Haarlem, waar ik normaal gesproken eigenlijk altijd natuurlijk bezig ben aan het streamen. En ik heb er de vorige keer ook een video van gemaakt. En vandaag gaan we gewoon weer eventjes een videootje maken. Dus we gaan eens zien hoe druk het is. Er zijn best wel wat mensen in de... Hoe heet dat? In de stad, bijna 30 man zelfs. Ik ben dan een tweede politieagent en ik zie ook dat die vent hier binnenkomt. En als die vervelend gaan doen, goeiedag. Dan gaan... Oh. Goeiedag. Mooi. Ik heb voor jullie water. Water? Ja. Nou, dat is hartstikke mooi. Ja, waar kan ik dat even neerleggen? Ja, normaal gesproken eigenlijk achter het hek. Beneden. Maar, okay. We hebben hier... Ja, ik weet niet of je de watertank bij kunt vullen. Ik zal even kijken. Maar de watertank zit hier namelijk. Hier om de hoek. Dus ik weet niet hoe dat normaal gesproken gaat, zeg maar. Oh, normaal hadden we... Ja, dat is de eerste keer dat we water leveren, maar... Ja. Normaal, ja. We hadden de eerste kogelvrije vesten, maar die moesten we natuurlijk wel ronden. Maar ja, precies. Maar dan moeten we even kijken hoe en wat. Ja, nee, dat is prima. Oké, top. Nou, dat dus. We gaan even een dienstje draaien, want het is best wel druk in de stad. Bijna 30 man. Dus we gaan gewoon kijken. We gaan wel als VP'en, maar ik laat jullie ook wel even... Ja, alhoewel, ik ook wel als de... Weet je wat? We gaan gewoon als in een Volvo gaan rijden. Ja, want we hebben een nieuwe auto, namelijk... De Volvo. Ja. En die nemen we mee, want dan ben ik de OVDP'er. En OVDP'er, die mag in de Volvo rijden. Jouwe! Superdik! Dus we pakken de Volvo. XC90, terreinwagen. Kijk even, jongens. Ik moet even mijn hesje aantrekken. In de dikke Volvo. Ja hoor, ik moet even de dinges in. Gebruik in. Mooi blok. Goeiedag. Nou, maar dit is dus in ieder geval de Volvo XC90, jongens. Een super chille wagen. Ik ben er verliefd op. En we gaan gewoon kijken of we een beetje een dienstje kunnen draaien. Ik weet het niet. We gaan even zelf zien. We gaan gewoon over Blokpark rijden. We gaan zien. Ik ben als over de peer. Dus daarom rijd ik ook in de Volvo. En dan gaan we wel zien wat het gaat brengen. Iemand die de politie zoekt. Nou, we gaan even kijken. Ben je er aan? Hallo. Ja, wat is er aan de hand? Aangifte doen. Aangifte, ja. Dat moet op het bureau. Dat is van een collega op het bureau. Dat kunnen we niet hier op straat doen. Oké, is goed. Fijne dag. 03, pak die laatste melding mee, vraagteken. Er komt iemand naar het bureau. Je bent nog op het bureau, toch? Positief. Oké, er komt er even eentje een aangifte af. Wil je die aangifte even afnemen? 03, wil je wel even jouw RSS achter de dek zetten? Is voor bezoekers bedoeld, hè? Oh, ja. Ik kom eraan. Nou, dat klopt inderdaad. Want ik heb mijn RSS nog niet achter het hek gedaan. Dat was een foutje. Maar wat ik zeg, ik weet niet of het ook daadwerkelijk druk is. Ja, het is wel druk in de stad, maar of er ook daadwerkelijk meldingen zijn. Dat is een tweede. Dat weet ik ook niet. Maar ik zet even mijn RSS even achter de tralies. Dan kan niemand erbij komen. Het is wel net zo netjes, hè? Want dit is eigenlijk het parkeerterrein van de... Van de bezoekers en de politiewagens moeten eigenlijk achter het hek. En ik zie ook dat zijn auto niet achter het hek staat, dus die doe ik ook even achter het hek. Want hier zit niemand in de weg namelijk. Als de bezoekers voor het politiebureau zijn, dan is het gewoon de bedoeling dat je die auto's achter het hek doet. Dus ik doe zijn auto ook eventjes achter het hek. En ik hoor een ambu deze kant op komen, ik weet niet waarom die de sirenes aan heeft. Maar het zal wel. We hebben zijn auto aan de kant.
En dan kunnen wij de dienst weer verder. Goed, ik zie hier een busje een beetje raar geparkeerd, dus dan gaan we eens even kijken. Ik weet niet van wie die bus is. Maar die staat een beetje heel raar geparkeerd. Lijkt me niet helemaal de bedoeling. Zit er iemand in die bus? 23 voor de 03. Goeiedag. Goeiedag. Moment, ik ben van status 4. Hey, is die bus voor jou? Ja, hoezo? Je weet dat je helemaal illegaal geparkeerd staat? Ja, dat had ik, maar ik wou snel een gat geld op de rekening zetten. Ja, want daar zijn gewoon parkeerplaatsen, daar kun je gewoon parkeren. Want dit is ook hinderlijk voor de voetgangers. Ja, is goed. Zal ik volgende keer op letten. Mag ik daar heel eventjes jouw rijbewijs willen zien? Dennis, tennisbal, klopt dat? Ja. Hartstikke mooi. Dan moet ik eventjes in het mailsysteem kijken als je een moment hebt. Ja hoor. Dan moeten we eventjes inloggen. Hup, en dan zoeken we Dennis op. Dennis tennisbal. Heeft inderdaad de rijbewijs, dat kun je ook wel zien. Hij heeft één wagen op zijn auto gezocht voor onderzoek. Klaas Bruinsma, 272. Gezocht voor ongeval, blokkenpark, vlucht en auto. Dan gaan we even kijken. Ik zie dat u inderdaad één auto op uw naam heeft staan. Ja, klopt. Deze van de zaak. Ja, wat ik wou zeggen, want dit is niet het kenteken wat er in het systeem staat. Deze van de zaak, van de kledingmakers. Van de? Van het kledingmaker, zeg maar. Oh, van de kleding. Ja, ik zie het inderdaad. Je bent naar kledingmaker. Ah, oké. Okay. Moet je geen werkkleding aannemen dan? Heb ik. Oh, oké. Okay. Maar bij mij zie je er netjes uit. Maar het zou kunnen dat het het ding is. Maar ja, maakt niet uit. Hier heb je rijbewijs terug. En let de volgende keer even op waar je parkeert. Want dit is eigenlijk strafbaar. Maar ik zie het deze keer door de vingers. Is goed. Laat de volgende keer opletten. Ja, doe. Helemaal goed. Hé, hey, fijne avond. Middag bedoel ik eigenlijk. Nou, dan gaan we verder. Dikke auto dit, hè. Oh, sexy man. En als jullie afvragen van Lars, hoe kom ik bij de politie, hoe speel ik 5M? Nee, je moet in ieder geval gewoon GTA zelf hebben. Als jij GTA zelf hebt, dan kun je 5M downloaden, kun je gewoon via internet zoeken. Maar het is in principe, de politie zit hartstikke vol, dus daar kun je helaas niet voor aanmelden. Tenzij je geluk hebt dat dat kan. Schoten? Schoten? Waar zijn Schoten? Ik zie geen Schoten. Heb jij gezien waar die Schoten vandaan komen op de map? Hé, waar zijn die Schoten dan? Anders moet ik even opnieuw de stad in. En dat is best wel vervelend. Hier zijn Schoten. Jeetje. Dat is een end. Jezus! Is helemaal boven in de map. Nou, we gaan het zien. Moet ik mijn kogelgeweer en een vest ook aandoen? Het is een heel eind rein. We gaan het vanzelf zien. Ik zal direct even mijn kogelgeweer en een vest aandoen. En dan ben ik benieuwd of we daar op tijd zijn. Bij de winkel werden Schoten gelost. Maar waarom dan ook helemaal bovenaan? Ja, maar als er nu een auto er vandoor gaat, dan weet ik al genoeg. En zo zien, dan komen we hier aan en er is er niemand meer. Oh, niet te veel springen. Ik kwam hier weg. Waarom is mijn pistool leeg? 23 is weer status 1, aangifte is afgenomen. Ja, dat is begrepen. Ik heb een schotmelding bovenin de map. Maar ik weet niet waar het vandaan kwam. Er is hier niemand. Dan moet ik eventjes, ik moest even mijn ammo bijvullen. Ik weet niet waarom ze leeg waren. Hier staat een auto, er is niks aan de hand. Want hier kwamen de Schoten vandaan.
Misschien hierachter. Nee. Huh? Is toch vreemd? Of in de winkel? Shit on me! Je spreekt de politie, kom met je handen omhoog naar buiten! Ik denk dat hier niemand is hoor. Hè? Vreemd. Heel vreemd. Dan werd hier schoren gelost, maar er is hier niemand. Nee, zal wel. Ja, wat ook wel geinig is, kijk, je hebt hier natuurlijk allemaal van die auto's, maar het kan zijn dat die auto's te donkere ramen hebben. Dus daar gaan we ook eventjes naar kijken. Of die auto's te donkere ramen hebben, want dan kunnen we er een wokstatus op doen. En dan mogen ze niet meer rijden officieel. Dus we gaan eventjes draaien. Even kijken of ze, of hun, ja, ramen eigenlijk niet te donker zijn. Ik weet niet van wie die auto's zijn. Zolang wij mensen gewoon naar binnen kunnen kijken, dan is het prima. Ja, dat is prima. Dat is ook, ik denk dat het van hun twee is. Goedemiddag, heren. Hi, hi. Die scores zijn voor jullie? Ja, ja. Ja. Oké, okay, nee, ik zat even te kijken of er geen te donkere ruiten op zaten, maar dat is prima. Jullie hebben er ook geen. Ik heb ook bij de garage gekeken van als het niet te donker is, want we hebben geen gezeik met jullie natuurlijk. Nee, dat snap ik. Nee, dat is hartstikke mooi. Jullie hebben ook geen neonverlichting, et cetera, ronde? Nee. Jan. Nee, oké, okay. Nou hartstikke mooi. Maar dat is gewoon eventjes mijn vraagje. Dus, Ja, maar altijd, jongen. Mooi. Nee, maar je hebt sommige mensen, die dat maakt het allemaal geen drol uit. En dan, ja, maar jullie houden netjes aan de regels, dat is mooi. Ja, ik armen uit de jas steken. Hoe zei je? Bij hem steken ze armen uit de jas. Oh ja, ik zie het inderdaad. Meneer met de roze haren, ik moet even naar de winkel toe. Ja, nou, dat weet ik. Andere jas, dat ziet er een beetje luchtig uit zo. Moet zijn we? Ja. Dikke vol gewoon niet. Dat is een mooie investering, wat? Ja, moet ik er niet. Dat dacht ik. Gaat die uit? Welke volgorde is dat? Wat doen ze met die vrachtwagens? Ja, weet ik niet wat dat voor iets is. Guus, jij weet helemaal niks over die vrachtwagens, hè? Welkom vrachtwagen. Ja, er rijden hier drie vrachtwagens door de stad in. Ja, dat is niet te. Dan horen ze rijden er mooi niet. Nee, ik kom helemaal nooit. Sorry, wat zei je? Komt er helemaal niet uit. Ik heb de rest, ik heb niks meer gedaan met die Ja, maar het ligt eraan hoe de chauffeurs eruit zien, anders weet ik al genoeg. Ik ga even kijken. Als ze eerst naar hier parkeren. Ja, ik ben over het ziekenhuis verhaal van Jan aan het horen. Ja, dat is begrepen. Ik weet niet waar ze van plan zijn, maar Ja, dat weet ik dus ook niet. Ze willen even niet parkeren ofzo. Ja. Is dat van een transportbedrijf ofzo? Ja, maar dan mogen ze toch niet in de stad komen of wel? Ja, ze mogen wel in de stad komen, maar Ze blokkeren nu alle auto's, wacht even hoor. Meneer, je mag even van die trail af. Momentje hoor, dat is aan het lekken. Ja, momentje, je blokkeert hier alles. Wat als ik nu een noodoproep krijg? Je blokkeert me helemaal, hè? Je bent nu aan het belemmeren van de ambtenaar in functie. Ja, is goed, Michael. Je mag nu even direct naar beneden gaan. Die baan ze bezorgen. Dit is gewoon van roleplay. Hey, kom maar even naar de parkeerplaats. Ik wil even je rijbewijs zien. Ja, kom maar. Ik ben aan de kant, baas. Maar jij zit mij nu enorm te belemmeren. Ja. Dat ook heb je en niet alleen mij, maar de rest ook. En waarvoor zijn deze vrachtwagens? Ja, wij zijn bezig met de benzinepompen vullen natuurlijk. Ja. Zodat mensen zoals u weer de weg op kunnen. Mm-hmm. Ja, dat kan. Maar ik wil graag even je rijbewijs zien. Oh, die heb ik u net gegeven. Die heb ik niet gekregen. Wat is uw naam? Oh, Dion Beuker. Goedendag.
Ja, ik zie dat je wel een vrachtwagen rijbewijs. Ja. Dat is hartstikke mooi. Ik heb ook een gevaren-identificatiebewijs. Gevaren? U bedoelt een code 95? Een nummer. Voor de benzine. Het is hoe je het noemt. Ja, maar ja, in ieder geval, je mag nog even direct die vrachtwagen hier even aan de kant zetten. Want je belemmert het vooral mee, dat is normaal erg, en de rest belemmer je ook. En die vrachtwagens, die mag je de volgende keer ergens anders neerzetten. Want, of daar buiten, of in ieder geval niet midden op straat. Want je hebt nu een hele racetrook, heb je nu in bezit. Ja, ook niet meer op de parkeerplaats dan? Of? Nou, in ieder geval ergens waar je gewoon normaal kunt parkeren en waar je de rest niet meer belemmert. Nee, maar dat is logisch, is mijn vrachtwagen wel goed? Staat hij dan een beetje goed of? Nou ja, hij had nog een stuk naar voren, want hij staat nu helemaal scheef, ja, hè? Ja, er stond net iemand voor, dus. Ja, oké. Okay. Ja. Nee, ja, en voor verder vragen, deze meneer is mijn baas, dus als u wat vragen heeft voor de... Nee, ik geloof het wel, maar het is niet de bedoeling dat jij nu hier in één keer iets hebt. Want als ik nu een noodmelding heb, dan kan ik hier niet weg. Nee, is goed, dan gaan we verderop even bezig. Ja, hartstikke mooi. Dan ga ik ook weer verder. Hey, super. Ja, is goed. Nou, hoop ik dat niet werkt. Dat hoop ik ook voor u. Ja, hoi. Dat soort dingen heb je natuurlijk ook. Want ik heb nu een melding van een... drugsverkoop, alleen het probleem is, ik kan dus niet zien waar. Dan moet ik eerst de stad in en uit. Heeft die tijd voor die drugsmelding te kijken of niet? Want ik ben ik kan het niet op de kaart zien, dat is een beetje vervelend. Moet ik even met de ogen knipperen. Ik weet niet of jij het kan zien. Bij de masker shop aan de stad. Oké, ik ga even kijken. Nou, dan gaan we even die kant op. Misschien hebben we wel iemand kunnen aanhouden op drugs, maar dat is leuk. Dus wat we nou even gaan doen. Dashboard, voersmiddel RDW, JGG 529. Danny Nachtegaal. Nou, ga even naar Danny toe. Danny, oh. Danny Nachtegaal. Wel mooi geschreven trouwens. Houthakker, theorie, B heeft hij inderdaad. Afgehandeld, gevangenisstraf, opstaande bekeuring heeft hij allemaal niet. Dat is mooi. Maar deze auto staat is wel kapot, dus die... Neem hem ook gewoon in beslag en dan moet hij me ophalen bij de impound. Want hij staat hier midden op straat. Heb ik hier. En dan gaan we nou even over de pier heen. Mensen die heterdaad drugs aan het verkopen zijn. Dat is altijd wel leuk, hebben we toen in de stream ook gehad. Als je mensen op heterdaad betrapt met drugsdealen, dan moet je ze zien, hoor. Dan schrikken ze zich dood. Dat is wel leuk. En dit is bij de maskershop. Ik hoor een fiets. Ik hoop dat iemand... Dat is begrepen. Ik loop op de boulevard, alleen ik kom niks tegen. Alleen een uitgebrande auto kwam ik tegen. Maar ik zie niemand op de boulevard meer, momenteel. Wat doet hij daar? Give it up. Vriend, je mag even uitstappen, pik. Hey, Ginger, what the fuck, dude? Waar is deze? Deze is bij die... bij dat eilandje daar, bij al die riviertjes en al die bruggetjes daar is het. Bij al die kanalen? Ja, al die bruggetjes en al die huizen daar. Daar is het. Oké, ik ga even kijken. Dat is hier, dat is achter mij. We zijn in de buurt. Nou, als je even in- en uitdienst gaat, dat helpt soms ook wel even. Dan kan je ook weer de riviertjes. Klopt, maar dat is bij mij nog nooit gelukt. Dan moet ik eerst de stad in en uit. Kijken of we iemand kunnen pakken. Ik hou ervan. Iemand heterdaad. Hier staat een auto. Volgens mij staat hier normaal gesproken nooit een auto. Kan ik in de kofferbak kijken? Nee, er zit niks in. Doe deze auto ook weg. Hoppakee.
Hé, hey, mag even staan blijven! Er zijn hier twee fietsers. Oké, 03, heeft die hulp nodig? Vraagteken? Ja, graag. Oké, heb ik toestemming? Vraagteken? Ja, je hebt toestemming. Ja, dat is een kut als je een fiets hebt, hè? Je kan overal tussendoor. Ja, ze gaan allemaal tussenstraatjes nemen waar ik niet met de auto kan komen. Dat is het vervelende als je zo'n dikke auto hebt. Dan kun je net langs. Het is nog een kwestie van zoeken. Moet eventjes hier in de buurt blijven zoeken. Ik ben ze momenteel kwijt, omdat ze met de fiets in één keer een gangetje gingen waar ik niet langs kon. De locatie die je hebt gestuurd is de laatste locatie waar je bent tegengekomen, vraagteken. Ja, correct. Er zijn mensen op twee fietsen. Twee mensen op twee fietsen. Ik zie ook een nieuwe drugslocatie, die is binnengekomen. Ga daar even kijken. Ja, ja, ik zie hem. Ja, 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 achter je, achter je. Ik zag er eentje fietsen. Achter je. Ga maar naar die drugslocatie. Ik pak hem wel. Proberen. Zagen jullie hem ook, jongens? Ik heb de eerste weer hier. Hey, ik ben al bijna binnen met de drugslocatie. Ja, ik ga achter hem aan. Ja, maar die gaan niet stoppen hoor. Eigenlijk moet ik hem blokkeren. Jammer dat hij niet het water in flikkert. Ja, hij flikkert het water. Lekker pik. Of flikkert hij niet in het water? Ja, ik kan hier niks met een... hoe heet dat? Met een auto. Hij heeft toch een Volvo vraagteken? Ja, klopt inderdaad. Middenstad is ook nog een drugslocatie. Ga daar wel even kijken. Of zou je daar gaan kijken met de Volvo? Ja, dat is goed. Anders ga ik heel eventjes in de Neutenstad. Moment, dan kan ik het zien. Is helemaal goed. Ik houd hier wel even op de hoogte. Gaan we eventjes erin, jongens. Ben ik zo, ja. De koeien staan op spring. De varkens... No. meneer, ga mee naar het ziekenhuis. Ik rij even achter de ambulance aan. Oh. Je mag hier niet komen op dit trein. Je mag direct even achter de hekken. Ja, maar prima. Maar die is die groene auto? Die is voor mij. Maar nogmaals, je mag hier weg. Je hoort hier niet. We gaan eens even kijken of we hem kunnen pakken. Dan zijn we een stuk wendbaar op de motor. Ik weet niet waar hij last van heeft, maar... Ja, je mag even blijven staan. Staan blijven! Nee. Anders wordt er geweld gebruikt. Staan blijven! Nee, staan blijven, anders wordt er geweld gebruikt. Staan blijven! Waar de fuck is die? Jongen, hij lijkt als een tering, ouwe. Staan blijven! Hij stopt ook gewoon niet, hè? Op je knieën! Op je knieën! Ik werk mee. Wacht even hoor.
Ga je boeien? Oké, meneer. Ik heb niks gedaan, meneer. Meneer, u bent aangehouden op mogelijk drugsverkoop. U heeft recht om te zwijgen, ook heeft u recht op een advocaat. Kunt u niet veroorloven wat er eentje toegewezen door een advocaat. En alles wat u zegt kan tegenwoordig gebruikt in de rechtszaak. Is dat begrepen? Ja, dat is begrepen. Geef bericht. Heeft u daar nog wat aangetroffen? Ja, ik heb één persoon aangehouden. Zou je even met een auto deze kant op kunnen komen? Nee, ik ben nog op het ziekenhuis. Die andere meneer, die andere fietser, zie ik nog voor onderzoek bezig. Ik heb echt niks gedaan, meneer. Goed, ik ga je eventjes loslaten. Heb je bepaalde dingen bij je die je niet op zak mag hebben? Nee. Ik heb wel een paar drankjes op zak, maar ik hou nog maar van de drankjes. Wat doe je met 10 zakjes wiet? Eigen gebruik, meneer. Dat is geen eigen gebruik. Dat is veel te veel. Zeker wel. Nee, u mag er maximaal 5 hebben en u heeft er meer dan 10. Dus die worden in beslag genomen. Daar krijg je ook een boete van. Ja, ik heb het van de apotheek gekregen. Van de apotheek? Ja. Nou, dan hebben ze wel rare medicijnen dan. Waar zit die ID-kaart? Ja, zit er met mijn rechter achterzak. Jannes van den Brug? Ja, dat ben ik. Oké. Ik ga je daar wel een boete voor uitschrijven. Ik kan je momenteel nu verder kan ik niks doen. Dus ik ga je daar wel een boete voor geven. Oké. Is goed, meneer. Worden mijn zakjes wiet afgenomen? Die worden inderdaad afgenomen, want je hebt er meer dan gebruikelijk op zak. Je had er 10 en je mag er maximaal 5, dus die worden allemaal in beslag genomen. Ah, potverdorie. Zo. Wat geen dure boete toch, shit over krap. Ja, dan, dat ligt daar nu, meneer. Daar kan ik ook niks aan doen. Oh. Even kijken hoor. Belegen van een openbare functie natuurlijke behoefte doen. Onderbroken streep, trottoir. Redden onder invloed, moeder. Da-da. Ja, redden onder invloed en veroverende middelen. De boete bedraagt €860. Zo! Ja, zeg dat wel. Dus ik laat je nu ook gaan, maar de volgende keer dan neem ik je gewoon mee. Dus je bent nu vrij om te gaan, maar de volgende keer neem ik je mee. Is dat begrepen? Ja, dat is begrepen, meneer. Dan wens ik je een fijne avond. Oh, dat is zo duur. Nou, fijne avond. Ja, dan moet u ander werk gaan doen, meneer. Ja, één persoon heb ik aangehouden. Ik heb helaas niks kunnen doen met... naar de gevangenis, maar ik heb hem niet een boete uitgeschreven. Ik heb hem weer laten gaan. Dat is helemaal goed. Ik ga even kijken bij die andere persoon hier. Kijk, dat is wel mooi, hè. Want je kunt dus nu zien... van die blauwe lichten. Kijk precies waar mijn auto weer is. Ik had tiefd ook van die motor af, lekker hoor. Ga nou even kijken of we nog iets kunnen tegenkomen en dan zit de dienst erop. Zo, je mag even staan blijven. Heeft u nou pech dat ik precies in de buurt was? Ja, dat klopt. En daar heeft u heel veel pech mee. Je mag even met uw handen omhoog tegen de muur gaan staan. Oké. Lekker man. Ja, ik denk dat ik het eigenlijk niet hoef te vragen, maar heb je bepaalde dingen op zak die je niet op zak mag hebben? Ja. 9 zakjes, dat is nou weer jammer. Ja, maar had u ook al direct kunnen vertellen. Als je het nou 5 had, had ik ze niet in beslag mogen nemen. Heb je echt geluk gehad? Nou, dan neem je 4 in beslag. Nee, die worden allemaal in beslag genomen. Maar kun je mij vertellen waarom je dit werk doet? Ik doe eigenlijk niet dit werk, maar ik ben eigenlijk gewoon voor de grap. Ja, precies. Want u heeft waarschijnlijk al veel meer mail. Ik ga hier, maar... Wij hebben al 2 personen aangehouden. Dus dat zijn waarschijnlijk uw vrienden, denk ik. Oh. Ja, we waren gewoon even... 33 voor de 03. Ik vond het even grappig om te doen. Ja, dat kan. Hier de 03. Pakt moment hoor, ik heb even één persoon staan hier. Moment. Ja, het kan wel goed uitpakken, maar je hebt net het lullige dat ik in de buurt was. Ja. Want ik had jouw andere vriend, dat ik daar net staan gehouden, die ging er vandoor. Op fietsie zeker? Op de motor.
Maar, nou ja, goed. Maar je hebt geluk, we zijn niet met heel veel agenten. Dus, ja, ik wil eventjes je ID-bewijs zien, zodat ik je een boete kan uitschrijven. Vanwege verorven middelen. Dat bedraagt 860 euro. Keerskabiet. Ja. Hartstikke mooi. Ach ja, het scheelt ook. Ik heb niet al te veel bij me. Nee, dat scheelt. Maar het is jammer van je geld, man. Ja, dat klopt. Nou ja, als het lukt niet. Nee, dan ben je duurder uit. Dat klopt. Goed, dan mag je gewoon verder gaan. Maar ja, betrappen we je de volgende keer weer. Dan ga je wel met ons mee, is het omgeven? Ja. Kapot. Hartstikke mooi. Dan wens ik je een fijne dag. Ja, hetzelfde. Yo. We gaan het zien. We keren nu terug naar... Zojuist. Ik schrik me de pestpleurisband. Hier hebben we er dus nog eentje. Je mag even die auto aan de zijkant zetten. Wat, ik hoor je niet. Je mag eventjes die auto aan de zijkant zetten. Hier. Yes, zet hem maar aan de kant. Volgens mij wordt er weer een pakketje bezorgd. Ik heb een achtervolging met een auto. Nog drie locatie. 20 komt er. Een nummerbord? Ja, in een Peugeotje. Maar hij rijdt zich zo naar de Getven. Ik ben onderweg. Staan blijven! Kut. Ja, rijdt neem ik aan VP. Staan blijven! Hij gaat er vandoor in die zwarte auto. Die rijdt nu jouw kant op. Hij komt eraan. Hij rijdt in Jan. Die zwarte auto, die moet je achteraan. Ik heb hem. Oh, verdomme. Ik ga hem weer koppelen. Wat een ventje. Wat een sukkel, dat hij zich ook helemaal vastreed, joh. Ja, correct. Zwarte. Ja, dan hebben we hem waarschijnlijk hier. Ja. En dat is hem? Wel, nee, dat is hem niet. Dat is hem niet. Nee, dat is hem niet. Ik heb net een vracht. Nee, dat was een, zeg maar een persoon die net de stad in kwam. Die had niks aan zijn kleren gedaan, kal haar, weer wel. Ja, ik zag het ook wel, maar ik heb een beetje last van dit. Ik ga zo mijn ogen knippen, dus ze stuit. Want die vent die gaat met zijn auto gaat die door de kanalen heen, rijdt hij zichzelf helemaal vast. Ja, kijk. Wat een toptalent, en in één keer pakt hij een andere auto. Nou ja, ik was niet snel genoeg, maar nou ja, goed. Ik ga met mijn ogen knippen, want ik merk dat alles stuitend en alles doet, dus ja, je moet vanavond niet met z'n tweeën in de auto zitten, dat wil niet. Ik weet niet hoe mevrouw het, mevrouw zegt dat ik één grote stuiterbal ben, maar mevrouw, Sarah was uw naam, toch? Samantha. Samantha, sorry. Ja, ik denk dat je nogal last van de netvlies hebt als je iemand anders inrijdt, of niet? Het is inderdaad, Het is niet te doen, hè? Ja, dat klopt. Dat is een dingetje in het gemeente, zijn ze ermee bezig, maar wat het is, dat weet ik niet. Er is nog een beeld binnengekomen, zie ik net maar. Dus, ja, het is heel vervelend nou in één keer, als je net nieuw bent en het stuit er alle kanten op. Dat is een beetje gevaarlijk, maar... Maar ik merk ook wel dat het bij mij stuit, dus ik denk dat we even met ogen eraf. Ja, nee, dat heeft geen zin. Maar, Ik heb de hoofdverbinding lachen, maar, want ik heb het voornamelijk zie ik het alleen als ik in de auto zit. Ja, als jij bij iemand anders in de auto zit, dan stuit het daar zo gek, dat klopt inderdaad. Maar ik ben vanavond ook in dienst, met een bodycam aan, dus misschien dat het na de restart van 5 uur, zeg maar, een aardbeving verholpen is. Ik hoop het. Oké. Dus. Maar ik ga uit dienst momenteel, ik neem wel deze auto mee en dan... ga ik er vandoor. Is helemaal goed. Lars, we kunnen misschien vanavond ook al tijdens nog even die VP erin doen. Ja, gaan we even kijken. Dat moet denk ik wel goed komen. Ja. Helemaal goed. Ja, jongens. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Mocht je een leuke video vonden, mag je uploaden met een blauw duimpje omhoog. Vanavond ben ik ook gewoon weer live. Dus laat even in de reactie weten wat jullie van deze video vonden. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Kalm!